Hallo, welkom bij deze instructievideo waarin ik jullie laat zien hoe je een model kunt maken waarin je deze armpressmachine nabootst. Die hebben we in het college besproken en nu gaan we in Interactive Physics een modelletje van maken. Dit basismodel, dat moeten jullie in elkaar zien te zetten zonder hulp van de video. Dat zou moeten kunnen. Jullie hebben al eerder met Interactive Physics wat gedaan. Het bestaat uit een romp. Die kijk even mee, die heb ik een breedte van 30 centimeter en een hoogte van 90 centimeter gegeven. Een bovenarm met een lengte van 45 centimeter. Een onderarm die wat langer is. Die is bijna 50 centimeter lang. Dat heb ik gekozen om hier een klein stukje te laten uitsteken, zodat ik daar straks een spier aan kan bevestigen. En deze blauwe balk die stelt voor die hendel waar je tegenaan duwt op zo'n armpressmachine. Die is voorzien van een ankertje, zodat hij op zijn plek blijft. En alle elementen, de bovenarm, de onderarm en de onderarm met de bar, die zijn met pinjoints aan elkaar verbonden. Zo'n pinjoint die vind je hier, hè? Dat is dit pinjoint. Gereedschapje. Nou, het eerste wat we gaan doen is ervoor zorgen dat de krachten die hier in deze pinjoint gaan werken, want die gaan natuurlijk, daar heeft die hand contact met die bar, hè, dus daar kunnen we krachten gaan meten. Die gaan we meten, dus we selecteren die pinjoint en we gaan naar Define Vectors en we zeggen Total Force. We willen de total force die er in die pinjoint heerst, die willen we weten, die willen we visualiseren. Dat zien we straks op het moment dat we het model gaan runnen, pas echt effectief. Oké, dan gaan we spieren aanbrengen. En voor spieren gebruiken we actuatoren. Deze actuator die kan duwen en trekken. Nou, spieren kunnen natuurlijk alleen trekken, maar dat is een kwestie van even instellen. Dus we maken een strekker van de elleboog. Zo. En we maken nog een actuator, een anteflector van de schouder. En probeer, dat moet je een beetje op het oog doen. Probeer die momentsarm van die actuator ten opzichte van de schouder. Dus dat is zeg maar de werklijn, hè, van die actuator. En loodrecht daarop de afstand van de werklijn van die actuator. De loodrechte afstand tot aan dat draaipunt. Probeer die een beetje gelijk te houden in de schouder en de elleboog. Ik zeg al, dat moet je een beetje op het oog doen. Interactive Physics heeft daar niet echt gereedschappen voor aan boord. Maar dan krijgen we bij een gelijke spankracht in die actuatoren die we straks gaan aanbrengen, krijgen we ook min of meer gelijke momenten rond de schouder en de elleboog. Dat maakt de analyse wat makkelijker te interpreteren. Oké, nu zit er een actuator in. Als we daar nu even op klikken, dan zie je dat hij nu een standaardwaarde heeft van 1 newton. Maar we willen hem natuurlijk laten trekken. Dus laten we hem maar eens op min 100 zetten, dan gaat hij trekken. En dat doen we dan voor die andere ook. De elleboogstrekker die gaat ook contraheren. Dus die moet gaan verkorten. Die moet ook gaan trekken. Dus nu staat er spankracht van 100 newton op allebei die spieren. En als we nu het model runnen, dan zie je dat hij die vector netjes gaat tonen. Nou, we hebben nu dus gelijke spankrachten in die twee spieren aangebracht. Dat zou er ook toe moeten leiden dat die afstand van deze werklijn van die kracht tot aan het draaipunt in de elleboog en tot aan het draaipunt in de schouder, dat die ongeveer even groot moet zijn. Je ziet dat dat nog niet helemaal het geval is. Het lijkt er toch op dat ik rond de elleboog een wat groter moment aan het leveren ben dan rond de schouder. Dus ik zal nog even een beetje resetten en een beetje aanpassen. Niet zo heel erg hoor, als dat een beetje verschilt, maar het is wel grappig om het een beetje te proberen. Laten we nog eens kijken wat er nu gebeurt. Ja, dit is al ietsje beter, zie je? Dan komt hij al ietsje dichterbij. Nog een keertje wat aanpassen misschien. Als ik hem heel klein maak, zo, dan zou het. Ja, nu is het al aardig in orde zo. Oké, nu hebben we twee spieren, maar we willen die spieren natuurlijk niet op een vaste kracht laten trekken. We willen ze eigenlijk instelbaar maken. Nou, dat kan. Selecteer bijvoorbeeld de strekker van de elleboog. En zeg dan daarna define new control. En met die control wil je de force kunnen instellen. Dus new control force. Dan krijg je dit ding te zien. Dat kun je zo even een beetje in de buurt van die spier slepen. Als je erop dubbel klikt, dan kun je de waarde instellen. Nou, de minimale waarde is 100 newton. En de maximale waarde, we willen niet dat hij gaat duwen. Dus hij mag maximaal 0 newton leveren. Ja, want de positieve waarde zou duwkrachten gaan opleveren. Nou, datzelfde doen we ook voor deze actuator. Deze even afsluiten. Deze actuator selecteren. Opnieuw define new control force. Sleep hem er ook een beetje naartoe.
Zo, dat hij daarbij hoort. Min 100 naar 0, dat is goed. Zo. Wat we nu nog willen is dat deze aanduiding ook eventjes wat meer past bij ons model. Dan gaan we naar Appearance en dan kan je van deze schuifregelaar zeggen dat dit de schouder anteflector is. Zo, en je kan hem nog een kleurtje geven. Als je bijvoorbeeld deze rood maakt en je maakt ook die actuator rood. Zo, dan hoort dat een beetje bij elkaar. En deze maken we dan bijvoorbeeld blauw. En die geven we de naam elleboog. Elleboog. Oh. Extensor. Zo. En dan maken we die actuator natuurlijk ook die blauw. Dan is duidelijk wat bij wat hoort. Zo. Nu hebben we ze allebei op min 100 staan. Als we nu het model runnen, dan kun je de bijdrage van die twee spieren gaan veranderen. Nou, wat je nu ziet, is dat je die krachtrichting die je uitoefent op die bar dus kunt veranderen door de verhouding waarin je die momenten rond die elleboog en die schouder levert. Als je grote momenten rond je elleboog levert, maar kleintjes rond je schouder, dan zal die vector wat meer in de richting van de schouder gaan staan en dus wat verticaler komen te staan. Als je het andersom doet, als je die schoudermomenten groot maakt en die elleboogmomenten klein, dan lever je krachten die door de elleboog heen gaan lopen. Hè? Dus de afstand van die vector tot aan de elleboog wordt dan heel klein. Nou, je ziet ook dat die vector nog een beetje buiten beeld verdwijnt als je hem maximaal zet. Hè? Dan is die niet heel goed zichtbaar. Dan kan je nog een beetje veranderen. Je kan nog bij vectorlengtes kan je iets zeggen. Dan kan je hem hier op short zetten en dan kan je zelfs die waarde nog een beetje veranderen. Maak daar 0,05 van. Zeg dan oké. Okay. Dan zie je dat hij ook, als hij op zijn maximale spierkracht staat, dat die vector toch nog netjes zichtbaar blijft in je beeld. Oké, dit is het basismodel. Voeg nu zelf rond de elleboog een buiger toe en rond de schouder nog een retroflector. Ook in de vorm van die actuatoren geeft die ook maximale spankrachten van 100 newton. En probeer ook daar de momentsarmen goed gelijk te houden aan datgene wat je aan de andere spieren hebt gedaan. Dan heb je je model helemaal compleet. En lees dan even verder in de handleiding wat je met je model moet doen. Wat de opdrachten met dit model zijn. Oké, tot zover.